8 mm is niet perfect. Niet loeischerp. En dat geeft een wat aantrekkelijker beeld eigenlijk. Als je met celluloid filmt, moet je veel bewuster zijn van wat je aan het doen bent. Dus je moet kijken om je heen, je moet interpreteren. Je moet kijken waar komt mooi zacht licht binnen. Hoe krijg ik het beter? Moet ik die lamp niet anders neerzetten? In een korte tijdspanne, je kan je niet permitteren om fouten te maken. Je moet heel geconcentreerd filmen. Dus je moet, je bereidt het heel goed voor. Als je de knop indrukt, dan ben je zo een paar euro kwijt, zeg maar. Dus je moet heel goed weten wat je doet. Je moet nadenken, je moet een klein grof scriptje maken bijvoorbeeld. Of een exact scriptje, kan ook natuurlijk. Maar de hele benadering is anders. En daardoor krijg je gewoon een ander product. Zo simpel ligt het.